vraagt zich af: waarom zijn truffels zo duur? In chique restaurants staat soms een gerecht met truffel op de menukaart. Truffel wordt gezien als een echte lekkernij en voor een paar flinterdunne snippertjes over je eten betaal je heel veel geld. Eigenlijk is truffel gewoon een soort paddenstoel. Er zijn verschillende soorten, die vooral voorkomen in Zuid-Frankrijk en Italië. Ze groeien onder de grond op de wortels van bomen en zijn heel moeilijk te vinden. Truffel wordt ook wel het zwarte of witte goud genoemd. Varkens zijn dol op truffels en daarom werden ze vroeger door truffelboeren gebruikt om de truffels te zoeken. De varkens roken ze en wipten ze zo met hun snuit uit de grond. Tegenwoordig gebruiken ze vooral honden die speciaal getraind zijn om de geur van de truffels op te sporen. Deze training kost veel tijd en de honden zijn daarom ontzettend waardevol. De dieren worden vaak streng bewaakt, want soms wordt zo'n speciale hond door de truffelmaffia gestolen. Of nog erger, vergiftigd. Op die manier schakelen ze de truffelboeren uit, zodat ze alles voor zichzelf kunnen hebben. Ze beroven zelfs restaurants, niet voor het geld uit de kassa, maar voor de truffels. Die zijn namelijk heel veel waard. Een paar jaar geleden betaalde een man uit Hongkong het recordbedrag van 90.000 euro voor 2 witte truffels van bijna 1 kilo. Er bestaan ook truffels van chocolade. Die zijn niet zeldzaam en niet zo duur, maar ook heel lekker. Wil jij ook de hoofdrol spelen in je eigen animatie? Stuur dan je vraag in via willemwever.nl.